In Deventer is dit weekend het Brecht Festival van start gegaan. Met lezingen, filmvertoningen en natuurlijk voorstellingen. Bijvoorbeeld de Drie Stuivers Opera van het Nationale Toneel. Maar ook het nieuwe liedjesprogramma van Brecht-vertolkster Dorine Niesing. En de Drie Stuivers Opera die zij maakt met de leerlingen van de Willem Nijholt Academie. Maar wat kun je nog toevoegen aan al die Brecht-vertolkingen sinds 1918? Ik zat op de toneelschool in Amsterdam in 1989, in het eerste jaar. En daar kwam opeens Gisela May een masterclass geven aan de vierdejaars. En dan mochten wij kijken. En ik zag haar en ik hoorde de muziek. En ik zag hoe zij daaraan werkte. En het vond ik zo indrukwekkend dat ik dacht, dit wil ik altijd doen. Als ik dich empfing, hadden we vast schon alle Hoffnung. Auf Brot und Arbeit begraben. Und nur bei Karl Marx und Lenin stand, wie wir Arbeiter eine Zukunft haben. Es sind Texte, die echt ergens over gaan. En ze zijn ook vaak heel maatschappijkritisch. De dingen die je dagelijks om je heen ziet gebeuren in de samenleving, die kun je uitspreken op het podium. Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und da werden sie mich sagen hören. Alle. Alle. Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich, hoppla! Gisela May is ontdekt door Hans Eisler, omdat ze iemand verving die om de liederen te zingen. En sindsdien is zij heel veel Brecht gaan zingen. En zij beperkt ook haar bewegingen heel erg. Dus ze kiest van op één woord reikt ze een hand uit en meer niet. Alleen als het nodig is. Dat probeer ik ook altijd bij mijn leerlingen heel erg erin te stampen. Dat je niet gaat dwarrelen, maar staan, hand, blik, zijkant, heel strak is het. Maar dat is ook leuk dat je met dit lied elke performer zal het anders zingen. En in deze nacht wordt een geschrei om dat hotel zijn, wenn man fragt, waarom wordt dat hotel verschont? En man wird mich sehen treten aus der Tür gen morgen en man sagt, die hat er in de wond. Zo. Und das Schiff mit 8 Segeln und sterk. Mit 50 Kanonen wird beflaggt. Het leuke is ook als je met leerlingen naar dit soort dingen kijkt, dan, dan zijn ze vaak meer bezig met van, wat een raar haar of wat een leuke jurk. Maar als je dan het lokaal verlaat, dan zingen ze het allemaal. Ja, dit is dus een enorme modeklas die ik heb geregisseerd. Dus ik zei tegen hun, we maken er gewoon een modeshow van. Midden in de bruisende Londense wijk Soho viert de bandiet Mackie Messer zijn huwelijk met Polly Peachum. Kende zij Brecht? Nee. Beter bekend als de baas van de bedelaars. Maar ik laat ze dan bijvoorbeeld opzoeken wie Karl Marx is. En dan is het meisje uit de klas met dyslexie, die houdt dan zo'n verhandeling over Karl Marx. En dan denk ik, nou is het toch prachtig. Dat gewoon bij mensen van 18, 17, 18 weer gaat leven. You gentlemen can watch me as I'm washing all your dishes and I'm making everybody's bed. Ik vind het wel heel grappig dat ze gewoon in een BH zit spelen. Dat is ook, dan heb je eigenlijk een beetje lak aan traditie. Of je speelt er eigenlijk mee, want het gaat altijd over hoeren. Ja, je hebt veel zangeressen die met een boa gaan staan zingen. En zij zit gewoon in een BH van, nou dit wil je toch? Hier gaat het toch over, een BH. Maar ik hou niet van Engels. Dat is
Ja, maar ik ben daar sowieso wel een beetje puristisch in. Van, ook in de liederen van Brel, dan denk ik, ja, zing ze nou maar gewoon Frans. Zo zijn ze geschreven. En dan heb je ook de goede woorden. Oh ja, hier. Liebe Doreen, Ihre Auswahl aus den Chansons ist sehr schön und ausdrucksstark gesungen. Was wollen Sie dann noch bei mir? Sie können doch schon so viel. Also, ich freue mich auf Sie und höre zu. Ihre Gisela May. So, als ich deine Hand sah, erhoben zum Hitlergruß, wusste ich nicht, dass dem, der ihn grüßet, die Hand verdorren, die Hand verdorren muss. Als je in Berlijn bent, daar hangen echt nog gewoon de lakens aan de balkons met Kein Krieg. Weet je, in de tijd dat de oorlog in Irak begon. En dan kwam ik weer terug hier in Nederland. En dan denk ik, er gebeurt gewoon helemaal niks. Niemand zegt wat. 1 op de 6 mensen stemt op Wilders. En ik hoor helemaal niemand daar iets over zeggen. En dat verbaast me. Want dat, voor mij, ik vind dat echt chockerend. Denn ich wusste nicht, was ich heut weiß. Es war dein Totenmann.